En zoals altijd begint het gerecht met een gesnipperd uitje. Die we lekker gaan opbakken in een plensje olijfolie. Het leuke van zo'n vispotje is, en dat is sowieso altijd van vis natuurlijk, dat het zo ontzettend snel klaar is. Het is ook nog eens een keer fastfood. De uitjes, die gaan fruiten en dan gooi ik een knoflookje bij. Hopla. Dat is korianderzaad en een beetje venkelzaad, van beide ongeveer een halve eetlepel. En ik maal ze altijd vers in de vijzel. Ik rooster ze altijd even droog in de pan. Dan zijn ze mooi knapperig en dan kun je ze heel mooi fijn malen. Dit soort gedroogde specerijen, door een etherische olie die er eigenlijk in zit, moet er eigenlijk al heel vroeg in. Dan kunnen ze al meebakken. Dan komt de smaak veel meer, wordt die ontrokken in die hete olie. En nu gaan we nog even verder met het lekkere ding van Wim. En die ga ik helemaal fijn hakken in kleine blokjes. En het groen hou je apart. Want dan kun je straks natuurlijk weer gebruiken. Dat kan natuurlijk doorheen. Niks weggooien. Mooie kleine blokjes. Die kunnen erbij. Nou, die bakken we even mee. Als de hitte erin zit, dan kan de tomatenpuree erbij. Die bak ik uit tot die lekker zoet gaat ruiken. En dan doe ik er een scheutje Zuid-Frankrijk in. Nu krijgt hij echt zo'n anijs flavor. En heeft u dit drankje niet in huis, dan gebruikt u gewoon een beetje witte wijn. Of een beetje rosé, is ook heel gezellig. We gaan er nu alleen nog even een beetje een soep van maken. Want van alle graten van de vissen die we al hebben gefileerd, heb ik een bouillon gemaakt en gezeefd. En die giet ik er nu bij. Zo. Een beetje peper en zout op en dan mag je even doorgaren. Beetje zacht. 10 minuutjes wachten. Lekker hoor. Dan gaat nu de saffraan erin. En nou is het zo dat heel veel mensen doen er vaak saffraan al eerder in. En dat is jammer, want saffraan heeft een hele vluchtige smaak. En het is al zo duur. En het beste is om het op het allerlaatste moment te doen. Dan knalt die smaak er gelijk uit. En anders heb je ook veel meer nodig. Dan draai ik ook het vuur uit, want hij gaat nog in de oven. Hier allemaal heerlijke scharfilets. En die ga ik een beetje in stukken hakken, want het is natuurlijk enorm groot. Je kunt het velletje eraf halen. Ik vind het nooit zo erg, zeker als het in een stoofje gaat. Dat maakt dat niet zo heel veel uit. En die verdeel ik gewoon over die saus. En als laatste gaat er natuurlijk in de venkeltoppen. Oké, ik ga het even omscheppen. Want ze heel mooi verdeeld is. Dan kunt u ook eventjes heel even het vuur aanzetten. En het gewoon zo laten garen. Stokbroodje erbij. Glaasje rosé. Bent u ook hartstikke gelukkig. Goed. Oh, zware pan is het toch. Maar in plaats van een stokbroodje erbij, ga ik er een dakje van brood op doen. Want u denkt, Yvette van boven die maakt altijd alles zelf. Dat is helemaal niet waar. Bladerdeeg, dat koop ik heel vaak. En het zijn gewoon van die vierkante plakjes. Die koopt u ook wel eens waarschijnlijk. En die leg ik gewoon op elkaar. Beetje bloem erop. Werk bij bladerdeeg altijd heel snel. Het moet zo koud mogelijk blijven. Want dan pas wordt dat heel mooi bladerig en pofferig. En neem alsjeblieft bladerdeeg met echte roomboter. Niet die met margarine. Die smaakt naar karton. Zo. Om het deeg te laten plakken, doe ik er even nog een eitje bij klutsen. Even loskloppen. Even de randjes insmeren. Hoeft natuurlijk de ovenschaal niet in te vetten van tevoren, want het is een natte saus. Dus dat blijft niet plakken, dat is niet erg. Maar de randjes moet je even insmeren met wat ei, want je wilt dat dat deeg er straks wel goed op gaat plakken. Kijk, in het midden van het deeg maak ik een gaatje. Dat komt omdat de vulling van het vispotje is natuurlijk nat. Er zit heel veel vocht in. En je wil natuurlijk een krokant deeg erbovenop.
Daarom maak ik een klein gaatje in de deeg als een schoorsteentje. En dan kan het deeg als een warme deken over de schaal. En met een eenvoudige schaar knip ik hem gewoon bij. Dat kan. Het oog wil ook wat. Beetje decoratief doen. Nou, de hele deken smeren we in met wat ei. De oven hebben we voorverwarmd op 200 graden, want bladerdeeg heeft gewoon echt die hitte nodig. Dus het moet kort en snel en dan paf die hitte erin. Want de saus eronder is eigenlijk al klaar. Nou, hier gaan we de vispaai nog even gezellig afmaken. Met wat Noordzeegeluk. Een beetje ei op. Er kan nog wel eens wat aflekken, dus ik doe hem even op een onderplaatje. Zo, ongeveer een minuut of 20. De Noordzee in een pannetje. Of eigenlijk de Noordzee in een potje, een vispotje. Dat hebben we ervan gemaakt. Ja, mensen. De zee neemt en de zee geeft. Hij geeft mij een vispotje deluxe. Heeft u dit gerecht ook gemaakt? Laat het ons weten in de comments hieronder hoe het u verging. En wilt u meer video's van hoofdgerechten zien? In de playlist hiernaast staan ze allemaal. En als u zich abonneert, dan mist u nooit meer een nieuw recept.